weekend is gedaan, maar geen nood, want ik ga jullie opfleuren. Het is maandag en het is tijd voor de Funny Show. Er gaat weer heel erg veel leuks gebeuren vandaag, want we gaan naar de familie De Klerk uit Roeselare voor het zetelspel. Laura Omloop komt langs. What? Crazy? En ik geef nog een funny weg. Oké, let's go naar de Funny Show. Starten doen we met iets waar ik zeer vrolijk van word, namelijk van dit filmpje. We hebben al een hele hoop straffe acts zien passeren in Belgium's Got Talent, maar toch nog niet zoals deze vrouw. Zij stal de show in Britain's Got Talent met deze hula hoop act. Met een staande ovatie als gevolg. Fantastisch! Ja, daar word ik echt super vrolijk van. Maar waar ik ook echt heel erg vrolijk van word, dat is van onze gasten van vandaag. En dat is Laura Omloop. En ik word ook altijd heel erg vrolijk van verjaardagen. En toeval treft dat Laura vandaag jarig is. Klopt, ja. Gelukkige verjaardag. Dank je wel. Ik heb een kroon voor jou. Alsjeblieft, jouw naam staat erop. Voilà, hoe oud word je? Ik word 16 jaar. Ja, het staat de kroon. Ja. Zeg, keileuk. 16, dat is zo super sweet 16. Echt, hè? Heb je al iets gevierd? Of wel, hoe ga je vieren? Of hoe wil je vieren? Mijn plan was eigenlijk om met een paar vriendinnen zo'n weekendje naar de Ardennen te gaan. Mm-hmm. En we hebben dat gedaan. Dat was super tof. Echt? Wow, zalig. Ja. Dat klinkt echt super leuk. Ik ben heel erg benieuwd met wat je allemaal bezig bent, maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst gaan we naar de familie De Klerk in Roeselare. En daar zitten Femke, Merel en Seppe te wachten samen met tante Rosette en hun mama om het zetelspel te spelen. Benieuwd hoe het daar eraan toe gaat. We spelen nu dobbel-dubbel. Dobbel met deze gekke dobbels en ontdek de opdracht. Opdracht. Doe 3 extra kledingstukken aan en moeilijk ondersteboven. Doe binnen de minuut 3 extra kledingstukken aan. Opgelet, dit moet ondersteboven. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, start. Pas op, Hassen. Annie. Vlug erdoor. Nog. Nog. Ja. Nog. Doe maar. Ja. Allee, nog een beetje. Allee. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed gedaan, familie De Klerk. Ja, maar nu is het tijd voor echt iets superleuk en dat is kennis maken met mijn gasten van vandaag. Dat is Laura Omloop. En als jullie ze niet kennen, dan zijn jullie eigenlijk gewoon... Ik weet niet, hebben jullie dan in een grot geleefd of zo? Want Laura, van waar zouden ze jou zeker moeten herkennen? Van Junior Eurosong in 2009. En je hebt ook singles uitgebracht. Meer was er eentje dan... Ja, zonder jou. Zo zonder jou. Allemaal super catchy liedjes. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Op dit moment, ik ben eigenlijk bezig met een nieuwe... Ja, ik mag het eigenlijk nog niet vertellen. Oeh. Met wat ben je bezig? Kan je mij zo echt zo, ook zo niet fluisteren? Of... Wel, ik ben eigenlijk bezig met een nieuwe single. Een nieuwe single? Ja. What? Vertel. Oké, een nieuwe single. Sorry, ik heb het eigenlijk keihard verklapt nu, maar kan je zo voor VTM Kazoen dan zo'n primeur geven? Ik wil dat wel doen, Hoe heet die? De titel van de single wordt Sorry. Sorry? Ja. En over wat gaat het? Is het een liefdesliedje? Of... Het is een beetje een liefdesliedje. Het gaat eigenlijk over een meisje. En ze weet niet zo goed wat ze wil. Ze wil zo alles van die jongen, maar tegelijk ook zo... Ja, maar uiteindelijk gaat ze er toch helemaal voor. Dus... Oké. Okay. Ja. Alright, ik ben super benieuwd. Zeg, ben je ook bezig met nog veel nieuwe nummers te schrijven? Of...
Ja, ik heb nu net mijn cd Meer uit. Ja. En daar zijn we nu ook nog een aantal singles aan het uitbrengen. Want Sorry staat ook op die ja, cd, hè? Klopt. Klopt. Ja, binnenkort waarschijnlijk weer beginnen aan een nieuwe cd, hopelijk. Ja. Alright, kijk, leuk. Heb je veel optredens staan deze zomer? Want het is bijna zomer. Ja, de zomer staat eigenlijk helemaal vol. Alright, dus, kan je zo misschien al een tip geven waar we zeker moeten komen kijken? Oh, ik ga eigenlijk heel deze zomer door heel Vlaanderen, overal wel een beetje. Maar binnenkort zeker op Pennenzakker ook. Oké, kijk goed. Dus ja. Zeg, dan gaan we keihard komen kijken. Hè. Kan je misschien straks een stukje van Sorry zingen? Of helemaal? Ik wil dat wel doen. Ja? Echt? Yes, zalig. Dan gaan wij ondertussen nu naar de tweede ronde kijken van het zetelspel. Ah, ik kan niet wachten. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Jullie krijgen 10 seconden de tijd om alle voorwerpen te bestuderen. Nadien neemt onze klankman 2 voorwerpen weg. 3, 2, 1, start. De klankman heeft 2 voorwerpen weggenomen. Jullie krijgen nu 30 seconden de tijd om te overleggen. 3, 2, 1, start. Plakband. Ja. Ja. En wat nog? Nee, denk een keer goed. Blokband. Ik wil nu jullie antwoord. Blokband en. Ik heb niet goed gekeken. Oh ja. Nu gaan we echt iets heel erg leuk doen. En ik ben zo blij dat wij de primeur krijgen van Laura Omloop's nieuwe single. Laura, ben je er klaar voor? Ja. Wie heb je meegebracht? Dag Michael. Zeg, Laura, jouw single? Sorry? Nee. Ja, sorry, maar ik ben zo... Die ga je nu spelen voor ons? Ga je een klein stukje doen of helemaal? Ik ga een stukje doen. Oké, okay, ik ben super benieuwd. Ja, go. All right. Ik kan het. Laat me los, hou me vast, zie me godverdomme staan, maak me vogelvrij. Laat me gaan, kom terug, krijg me niet uit je kop, droom maar zoet van mij. Oh, je doet zo lief verlegen, ik kan er echt niet tegen. Heel mijn lijf doet zo plezant pijn, is dit hemel nummer 7? Het is mij al meteen. Toe gaat door, ik wil naar jou zijn. Volume op 10, maar opeens werd alles stil. Toen je zei, sorry, 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 dans met mij. Heel zachtjes, onverwacht, dansen de sterren van die zomernacht. Oh, zo zacht. Ja, amai, dat was echt super, super mooi. Dank je, Laura, om dat al te zingen voor ons. Ik heb juist al heel veel foto's gemaakt van de performance van Laura zo net. Echt super topfoto's, topfotograaf ik. Maar de mensen die het zetelspel nu aan het spelen zijn, de familie De Klerk, die moeten nu ook foto's maken, maar niet zomaar foto's. Nee, een weeselfie. Crazy. Daarnet heeft de familie De Klerk al 1 opdracht goed uitgevoerd. Als jullie deze opdracht tot een goed einde brengen, krijgen jullie de middelste koffer. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Neem binnen de minuut een weeselfie met het hele gezin. Opgelet, 1 iemand moet ook een zakje chips halen. Dit voorwerp moet mee op de foto. Als jullie binnen de minuut terug in de zetel zitten, is de opdracht geslaagd. 3, 2, 1, start. Ja. Allee, kom aan. Zoals we geoefend hebben. Meer. Kom hier, kom aan. Voilà, meer maar een beetje. Allemaal.
Staan erop. Oh, maar dat voelt hier, of? Oh. Ja. Yeah! Proficiat, dat hebben jullie zeer goed gedaan. Jullie mogen nu koffer 2 openmaken. Geslaagde weeselfie voor een geslaagde funny show. Want Laura is hier nog steeds bij mij. Laura, zo hard bedankt om langs te komen. Dat is graag gedaan. En jouw single zo in primeur hier, dat is echt super crazy. Vanaf wanneer komt hij op de radio? Vanaf morgen, dus het is eigenlijk wel super speciaal dat ik hem van vandaag heb gebracht. Ja, echt dus... crazy. Ik ben echt super blij dat u dat gedaan hebt. Dus nog eens super hard bedankt. En ik ben kei benieuwd waarmee je allemaal nog gaat bezig zijn de komende tijd en jouw optreden zo, dus ik ga zeker komen kijken. Jullie ook. Jullie kunnen zeker, denk ik, op jouw website wel kijken waar het, Laura zeker nog gaat optreden. Maar, Laura, omdat je jarig bent en 16 wordt vandaag, heb ik nog een verrassing voor jou. En dat is dit. Kijk! Oh, maar dat is super lief. Kaarsjes en een cake. Dus eigenlijk is de bedoeling dat je nu alle kaarsjes in één keer uitblaast. Oké. Maar je mag sowieso een wens doen van mij. Oké? Happy birthday to you. Happy, amai, er ook. Happy birthday to you. Oké. Goed, heb je een wens? Oké. Mag ik mijn wens nu ook zeggen? Maar je gaat die toch niet verklappen? Maar jawel, want het is eigenlijk een opdracht dat jij moet doen. Een opdracht? Ja. Ik kan jouw wens in vervulling laten gaan. Nadat jij die single hier en zo gepremiered hebt, moet ik alles voor je doen. Dus vertel, wat kan ik voor jou doen? Mijn wens is eigenlijk om toch nog een cadeautje te geven, een prijs te geven aan de kijkers. Oh, wat een mooie wens, Laura. Wel, ik breng dat in orde voor jou. Oké, ik ga ondertussen de taart al aansnijden. Nog eens super hard bedankt om langs te komen. Ik geef die prijs keihard weg zo dadelijk. Dus zeker blijven kijken, want ik geef nog een funny weg. Oké. Groot stuk, klein stuk. Groot stuk, hè? Ja, de helft. Oh, dat is wel een beetje groot, hè? Oké, een vierde dan. Ja. Het is tijd voor het weggeven van de funny. Laura Omloop moest jammer genoeg al door, maar dat betekent niet dat ik geen funny weggeef. En de funny van vandaag is deze leuke circus dobbelspel. Jullie kunnen die winnen als jullie het antwoord weten op volgende vraag. Hoe oud is Laura Omloop vandaag geworden? Als jullie het antwoord weten, surf dan naar onze website vtmkazoen.be. En als jullie het juist hebben, dan winnen jullie deze prijs. Zalig, hè? Keileuk. Zeg, ik heb ook nog een trucje. Namelijk dit balletje. Voilà, ik ben echt met dat circus. Ik heb hier daar trucjes geleerd. En een wc-rolletje. Ik zet het wc-rolletje op het balletje. Sim, salabim, salabom, salabam, salakam. Kazoen! En als ik nu het opneem. Waar is het balletje? Verdwenen. Haha. Ja, oké, ik geef toe dat dat niet zo'n zot trucje is, maar het is wel een trucje. En als jullie nog zottere trucs willen zien, dan moeten jullie zaterdag zeker kijken naar de Circus Special hier op VTM Kazoen. Want dan wordt het VTM Kazoen Circus gewoon nog eens uitgezonden en zo. Superleuk, hè? Morgen ben ik er weer met een nieuwe funny show. En dan komt Silke langs en die komt vertellen over waar ze overal mee bezig is. Dat wordt echt heel erg leuk. Aha, dus zeker kijken morgen bij een nieuwe funny show. Tot dan, bye!